We zijn vandaag bij het vrouwenvoetbal bij LSV. Naast mij staat de aanvoerster Carola. Carola, waarom vrouwenvoetbal voor jou? Ja, gewoon lekker actief bezig zijn. 3 keer per week, lekker sporten. Het is een ontzettend gezellig team. Het is altijd gezellig, altijd leuk. Ja, oké. Okay, maar nou doe jij het al heel lang. En jij bent, als ik me niet vergis, de oprichter. Medeoprichter. Amy, die ook nog bij ons speelt, die heeft het eigenlijk opgericht. Die heeft gevraagd of dat ik mee wilde doen. Ik zat hier eigenlijk altijd al bij LSV, dus was het eigenlijk wel een mooie kans. 5 jaar zijn we nu onderweg. We worden steeds beter, de resultaten worden beter. Dus dat maakt het natuurlijk alleen maar leuker. Is het dan slechter geweest? We hebben wel een paar slechte jaren gehad. Ja. Dat de resultaten nog niet naar behoren waren. Maar zoals ik al zei, het wordt echt met het seizoen beter. Ja. En wat is jouw rol in het team? Ik ben de aanvoerder. Ik probeer de dames mee te krijgen. Ja, ik bedoel eigenlijk, sta je voor of achter? Oh, ik sta laatste man, laatste vrouw dus. Ja. Verdedigend. Dat is mijn taak. Oké. Okay. Maak jij ook wel eens ooit doelpunten? Ja, vorige week nog. Ik heb me laten vertellen dat daar aan iets ligt. Ja, ik heb nieuwe schoenen. Ja, dat heb ik me laten vertellen. Zit er goed in? Ja, we gaan eens naar die schoenen van jou kijken. Want wat is er nou bijzonder aan die schoenen van jou? Het zijn toch de LSV-kleuren. En hoe gaat het vandaag nou? Ik hoop dat we winnen. Daar gaan we voor. Ja. 90 minuten strijden. Ja, en staan hun hoger of lager als jullie? Wij staan 6e, ODC staat 5e. Met hetzelfde aantal punten, maar op doelsaldo staan hun nog net boven ons. Mm-hmm. Dus we moeten winnen. Nou heb ik ook gehoord dat jij een hele mooie loop hebt. O jee. Dat je een beetje huppelt als je een goal gemaakt hebt en zo. Ja, maar gelukkig zien we dat niet zo vaak. Maar je denkt dat je vandaag gaat winnen? We gaan ervoor. Ja? Ik hoop het, ja. Hier staat de aanvoerster van ODC, Lieke van der Velde. Hallo. Lieke, damesvoetbal, ja. Vrouwenvoetbal, hoe dat je het noemt. Ja. Waarom speel jij vrouwenvoetbal? Omdat ik het gewoon leuk vind om een teamsport te doen. En omdat wij eigenlijk als vriendenteam begonnen zijn, dachten we laten we iets aan onze conditie gaan doen. En toen is het eigenlijk dit geworden. Okay. En we zijn als vrienden begonnen en er zijn er steeds meer bijgekomen. En het wordt een steeds grotere vriendenclub, zeg maar. Nou heeft ODC zelfs meerdere vrouwenelftallen, hè? Ja, we hebben nog 1 vrouwenelftal meer. Ja. Dus heel veel vrouwen hebben interesse in voetballen, toch? Ja, dat blijkt. Ja. Ja. Maar wat vind je nou, wat voor plaats speel jij? Ik speel middenveld, meestal mid-mid. Maar vandaag sta ik links. Oké. Okay. Ja. Hoe oud ben je? Ik ben 21. Oké. Okay. Ja. En wil je nog iets meer bereiken of vind je dit leuk gewoon? Nee. We doen het voor onze lol en daar blijft het bij. Als we af en toe wat puntjes kunnen pakken, dan vinden wij het al lang goed. Oké. Okay. Maak je ook ooit doelpunten? Ja, af en toe. Ja? Niet te vaak. Ga je er vandaag eentje maken voor ons? Tuurlijk. Ja? Wel 3. Wat denk je van deze wedstrijd? Jullie staan geloof ik hoger als LSV. Ja, volgens mij staan we gelijk, maar op doelsaldo staan wij 1 plaatsje hoger. Maar we gaan natuurlijk winnen. Ja? Tuurlijk. En hoe ga je dat doen? Ja, gewoon samen spelen. Laten zien dat wij 1 team zijn en dan komt het helemaal goed. Aftrap is van LSV, thuis spelende ploeg. Manouk speelt hem op Amy en de bal rolt over de zijlijn. René is klaar voor ingooien. Hij staat aan de voorkant, hè. Zeg hem af, Romy. LSV komt eruit. Oei, dat gaat maar net goed. Schepping van Tess. Keeper het goed mee, Loja. Lieke legt het bal terug. Goeie actie van Evi. Stoppen bij ons, eigenlijk altijd onomstreden. Wint veel duels. Heerlijke speler om mee te werken. Bak het weer bij Romy. Afstandsschot. Haalt helaas niet de goal. Nou, blijf een steekje. Oh ja.
Oh, de zee is goed aan het voetballen op het moment. Ah, dat is jammer. De voorzet van de Dien komt net niet aan. Of toch wel? Hier weggewerkt door midden, gevaarlijk. LSV krijgt hem niet echt weg. Nu wel, Hélène met rechts, meen ik te zien. Stijf links, maar ook met rechts ging het goed. En Diana futselt de bal. Goed zo, veldduel. Wendy verbeert goed mee. Geeft bal Blenneke. Daar gaat Renate, geen buitenspel. Daar komt de kans voor LSV. Renate van de schoot, daar gaat ze alleen de keeper af. Ze blijft cool. En yes! Sorry voor het chauvinisme, maar onverdiend. 1-0 voorsprong. LSV speelt goed gegroepeerd. En inderdaad, die counter is een beetje ons wapen. Dat komt natuurlijk door het type spits wat Renate is. Ik vind het een prachtig doelpunt. De meneer naast Rode C zal het anders vinden. Het is onverdiend hoor. Maar het is leuk voor de wedstrijd. Het is leuk voor de wedstrijd. De keeper van Rode C heeft volgens mij last van zenuwen. Die durft niet de goal uit te komen. Waardoor het erg makkelijk was voor de spits van LSV om de goal te maken. Maar desondanks, goede counter. Ze bleef al mooi rustig. We hebben vaak fases, iemand om een keeper afgaat, dat het te gehaast is. Te snel schieten. Renate bleef natuurlijk hartstikke mooi cool. Liep kort op de keeper. Goed gedaan, hè? Prachtig. Heeft ze niet aangeleerd. Dat is echt haar eigen natuur. Dat is echt een spits. Die kan bij de mannen nog mee. Heerlijk om in je team te hebben. Misschien krijgt LSV nu wat meer moed om wat meer te gaan voetballen. Suus aan de zijkant weer, onze turbo. En deze diepe bal komt net niet aan. De keepster komt eruit. En goed stoorwerk weer van Diaan. Ingooi LSV. Mooi verdiend. Lange bal van René. Oei, komt aan bij Romy. Stond Kim niet goed. Leg terug op Evie en Evie diep op andere Romy. Er zit wat leeftijdsverschil tussen zo te zien. En de lichtste wint inderdaad en de snelste. Romy geeft op Romy. Oei, prachtig Romy. Komt het schot en een heerlijke goal van Romy. Klasse. Prachtig doelpunt, hè? Typische Romy verhaal doelpunt. Mooi wegdraaien, kappen. En afronden. Mooi. Leuk voor de wedstrijd. Goeie aanval van de Theromies van ODC. En een ongelukje. Diaan gaat iemand op de voet staan. Sportiviteit stort bij dames ook wel heel erg belangrijk. Staat hoog in het vaandel. Je ziet vaak als iemand de bal in het gezicht krijgt of iets dat ze eigenlijk allemaal willen stoppen. En eventjes zelf de rust nemen zonder dat de scheidsrechter dat hoeft te zeggen. Ook dit wordt weer rustig opgelost. Werd al gecoacht, kort. Dat is ons spel inderdaad. Kleine ruimtes. Goed overstapje Renate. Kijk, oh, een overtreding. Tussen twee man komt ze toch los. Alleen met een overtreding was ze af te stoppen. Muurtje! Het zou mooi zijn voor de camera als je van hier zo in één keer binnenkant kruising erin gaat. Hè? Kiki, let op. We gaan eens kijken. Een mens kan niet zonder hoop in het leven. Dan krijg je een hoop likes op Facebook, denk ik, als ze deze erin hangt. Wind tegen, dat wel. Oh, op de paal. Ja, binnenkant paal. Kiepster. Weer Renate. Wat is het toch een belangrijke speelster voor ons. En wat een leuke wedstrijd, hè? Zeker een leuke wedstrijd om te Heerlijk. Kijken. Nou. Ook voor de neutrale toeschouwer. Absoluut. Ze is gewoon enorm gegroeid. Spelers die gewoon beter geworden zijn in die 5 jaar. Er wordt bij LSV altijd getraind. We kunnen altijd op de velden. Trainers zijn er altijd. Meiden hebben zin. En dat betaalt zich echt terug nu. We hebben 4 wedstrijden gewonnen tot nu toe. Tegen niet de minste. Ook 4 keer verloren natuurlijk. En dat is toch erg leuk om te zien in die beleving van die meiden. En Lieke wordt gelanceerd door een verdediger van LSV. Ze geeft de bal voor. Komt dit niet aan. Carola noemt dit altijd de fontanelleke. Dat is ook wel leuk, hè? Fontanelleke, dat gaat bij ons over het trainingsveld. Dan zie je maar de bal op de hoofd. En meestal is of Kim of Carola zijn onze fontanellekes. Fontanelleke met de blauwe voetbalschoenen.
En zo is het inderdaad een hartstikke leuke wedstrijd. 2-1 tot nu toe voor LSV. De rust komt er wel aan. Ik ben benieuwd of we dit vast kunnen houden. Nog een kwartier. Het scorebord geeft het netjes aan. Alles is uit de kast gehaald bij LSV. Scorebord aan, veld 1. Koffie voor de cameramens en voor Fons. Een mooie reclame moet het worden. Het is ook hartstikke goede pot. Ja, een mooie kopbal. Robin pikt de bal op. Gaat voor de tweede goal. In de handen van de keeper. Goeie redding, Loja. Romy is toch levensgevaarlijk. Vergelijkbare spitsen, weet je. Romy en Renate aan de ene kant. En Romy aan de andere kant. Romy is natuurlijk wat sneller. En de bal blijft binnen. Anders was het inderdaad een corner geweest. Kijk, dat is mooi. Keurig. Druk zetten wordt er geroepen door John en inderdaad, dat is wat we goed kunnen. Daar zegt bal op Lenneke. De roze schoentjes spelen samen. Die gaat Nadine. Houdt de bal net niet binnen. Dat is jammer. Zonde. Dat was mooi om speel te druk die LSV zetten. Alleen controle liet even wat te wensen over. Nog 3 minuten. Blijft spannend. De bal bij Romy van Gaal. Heel prachtig balletje. En die komt net een teetje tekort. En jumpt over de keeper heen. En attent van Loja inderdaad. Mooi balletje van Romy weer. Speelt toch een hele goede wedstrijd. Lotte in duel. Tess gooit goed op lichaam. Legt bal terug op Lenneke. Ja, dat is toch keurig. Die het overzicht bouwt en Nadine in speelt. Prachtig. Tess zoekt weer naar Romy. Die draait mee open. Hey, speelt nog een mannetje uit. En voorzet of goal. Loja net met een handje eraan. Lieke maakt ruimte voor zichzelf. Oh. Zit geen kracht slecht aan de schot. Romy voor de herkansing. LSV heeft eigenlijk niet over geluk. hoe wil ik het zeggen? Heeft eigenlijk best wel veel geluk. De bal komt niet goed weg. Romy pikt de bal op. Oh, en daar gaat bijna de bal naar eigen goal. Die zou je niet willen met de camera's erbij. Eigen doelpunt. Gelukkig voor Kim. Dat gun je niemand. Zelt hij mooi aan de voor LSV de goede kant van de paal. Dan kom je ook moeilijk op je werk maandag natuurlijk. Gelukkig. Blijft 2-1. Dat was bijna een vervroegd Sinterklaas cadeautje. Laatste minuut. Corner van Tess. Die wederom de goal. Die stelt weer achter, ja. Het is nummer 3 volgens mij al. Speelt wel een hele goede wedstrijd, een meisje. Ja, dat is zeker waar. Achterbal Carola. Mooi kort. Goed zo. Nadine zet weer druk en de bal gaat over de zijlijn. Opzet goed. Uitvoering iets minder. Je gaat zoeken naar Romy van Gaal. En Carola kiest voor de zekerheid. Wel ongetwijfeld die tweeën met de rust over het fluitje houden tillen. Ingo Vartes vindt Evi. Die vindt Romy en die gaat hier op avontuur uit. Oh, kijk eens, prachtig. En dat wordt goed verdedigd door LSV. Goed verdedigd, maar een prachtige actie van Romy natuurlijk. Is toch wel tot nu toe de beste speler op het veld. En het is rust. 2-1. LSV leidt tegen ODC. Licht. Deze moet ik even Dan ben jij nog aan het praten. Nee, oké, maar hij blijft. Hij krijgt zijn kans.
Is je ook echt hard? Ingooi van Ielse. Je gebruikt Romy. Milou in de bal. Paas op Romy. Kapt de mannetje goed uit. En die paas komt net niet aan. Uitval LSV. Raad Renate, weer al 2 keer gescoord in de eerste helft. Diaan mee aan de linkerkant. Even bevredigd. Kijk eens mee. Hoe die mensen bezig had. En daar zat Lenneke nog. Goed verdedigd. Oh. Mannelijk duel, zullen we maar zeggen. Goed verdedigd door de zee. Zie het wel in de eentje. 3 man bezig. Vrij trap van René. En daar gaat ze weer. Mooi balletje op Diaan. Nou, Diaan. Jammer. Duidelijk geen linkerbeen. Jammer, de bal was ook iets te hard, denk ik. In handen van Kiki. Oei, dat gaat net goed. Ja. Goed lichaam erin. Renate, en dan gaat ze weer. Mooi, keurig. Eve op links. Suus op rechts. Suus loopt buiten spel, denk ik. Eve niet. Red. Oei. Daar komt de Odyssee goed weg. Er werden even 3 verdedigers uitgespeeld. Ja, maar dit had even uitgespeeld moeten worden. 3 man, 3 tegen 2. Even nog een keertje. En vroeg druk gezet van Manouk. Suus erop. Wordt goed gevoetbald op het ogenblik. En er gaat weer een lichaam erin, denk ik. Ja, keurig. Iets te gehaast, maar toch. Dit loopt wederom goed af voor de zee. Een fel duel weer. Lenneke verhoogt de bal. Hij heeft bovendien een poute paas in de benen. Dan schiet Romy weg. Die 1-op-1 komt te staan. En ze mist. Oeh, dat is jammer zeg. Een grote kans voor de zee. Om op gelijke hoogte te komen. Daar stond LSV niet goed. Het centrum bleef, stapte wat naar voren. De rechterkant bleef iets hangen, waardoor geen buitenspel was. En dat is even, loopt goed af, LSV. Organisatie liet even te wensen over. Terwijl dat juist tot nu toe zo geweldig goed gaat. Hopelijk een incidentje. Dan pakken we de draad weer op. Blijft 2-1. Bal bij Tess. Lieke werkt ook mee. Goed gered van Marit. ODC voert de druk op. Bal is bij Evie. Die wordt alleen niet helemaal gecoacht. Evie verdedigt goed mee, keurig. Felle duels. Romy worstelt zich er langs. Hij heeft een ingooi voor de zee. Oh, kopduel. Oh, hoofd het helemaal elkaar. En een corner. Corner voor de zee. Hoofd het helemaal elkaar. Dat wordt denk ik even waterzakkenwerk. Denk ik. Morgen een blauw oog op het werk. Romy zal de corner gaan nemen. Met een beetje hoofdpijn van de botsing van net. Maar ze gaat toch door. Bal bij de eerste paal. Auw. Die klets op het bovenbeen van een verdediging van LSW. Ja, Elan. De tribune voelt de pijn ook. Ja. Met dit koude weer een bal op je bovenbeen, dat gun je niemand. Afdrukje morgen. Ik weet niet wat het logo is van de ballensponsor, maar die staat morgen op de bovenbeen. En de bal waait achter, gelukkig. Bal toch punt door Evie. Die paast terug op Lenneke.
Ilse voor de ingooi. Die bereikt Romy. Ja, wel misschien beter zijn. Romy speelt op Milou. Milou speelt op Evi. Maar die bal komt helaas niet aan. Misschien gaat de vermoeidheid langzaam maar zeker wat parten spelen. Zie je toch wel weer veel meer slordigheden dan in de eerste helft. Het is moeilijk als je commentaar moet geven normaal bij je coach om niet op te springen en van alles te roepen in de hectiek. Want het is een hele spannende wedstrijd. 2-1 nog steeds LSV, het laatste kwartiertje gaat in. Nou weet ik dat je in Brabant niet te vaak moet zeggen dat je uit Den Haag komt en dat je een FC Den Haag supporter bent. Maar normaal zou het nu het Haagse kwartiertje worden. Dan gaan we met Renate. Heeft al 2 keer gescoord. Goeie verdediging actie van Tess. Ja, die zie je, kijk. Ja, jammer. Jammer, Evie. Renate zit weer goed tussen. Gebruikt haar lichaam goed, hoor. En schiet. Jammer. Misschien iets meer ingezeten. Maar goede actie. Ilse gaat gooien. Rustig aan Manouk. Dan ik een pik erop. Gaat aan de goed gedaan van Kim, keurig. Sterk hoor. Paas ietsje minder, maar toch zijn het goede acties. Even kan oppikken. Winterduel, valt goed in. En zet goed door. Ilse komt Liek ondersteunen. Ingooi LSV. Even de tijd nemen denk ik. Ingooi komt goed uit, ondertussen hebben we nog 12 minuutjes. Ik weet niet of de wedstrijd eigenlijk wel een winnaar verdient. Een gelijkspel zou toch wel reëler zijn. Even aan de bal. Maar zolang we voorstaan. Dat is Romy trouwens. Geen Lieke. Romy jaagt goed door. En Helene lost dat heel rustig op. Evi vangt de bal op. Geeft de puikenbal op Romy. Die speelt de keeper uit. En maakt de goal. Ja hoor. Knappe goal. Prachtig doelpunt. Klopt. Mooi gedaan van Romy. Dat zijn de ballen, hè? Het publiek gaat uit zijn dak. Goed, Romy. Gaan we eens kijken of er nog wat gebeurt de laatste 10 minuten. Of dat allebei de ploeg het wel goed vinden. 2-2. Aansluiten! Lotte probeert op te bouwen. Via Renate. Kap mooi naar binnen. Keurig. En dan kan het zomaar. Ja, goed verdedigd. Goede rugdekking. Lieke aan de bal. Oh, dus je ruikt dat er meertaal is. Hij vindt weer het duelletje. En gaat er vandoor. Niet echt goed vrijgelopen voor de goal. Kiek heeft de bal klem vast. Jammer dat er niet dwingender wordt vrijgelopen. En aangegeven wordt eentje kort, eentje diep. Laat ze niet voetballen. Alles uit de kast nou, Odyssee. Manouk probeert. Oh! Oei. Oh. Puikenredding van de keeper. Een beetje een ongelukkige uittrap van Kiki, maar loopt goed af. René pikt op, paas op Romy. Romy speelt een mannetje uit, niet de eerste keer. Heeft een puikensteekpaas op Romy. Oh! Keeper kwam heel alert uit. De bal eindigt bij Tess. Zal nog een laatste aanval inzitten? Oei. Zak, zak, zak!
Ben ik of René nemen? René met de uittrap. Bal in de hand van Kiki. Nog een laatste lange bal naar voren. Nou, vertrek Romy! Goeie steekbaas op Romy. Geen buitenspel. Moet nou naar binnen trekken. De bal komt niet aan bij een ODC-speler. Nog een ingooi voor ODC. Lieke, jouw eerste reactie op de wedstrijd? Ja, kloten dat we geen 3 punten hebben. Ja, maar is dit verdiend? Wat zeg je? Is dit een verdiende uitslag? Nee. Nee, we hadden de eerste helft eigenlijk af moeten maken, maar ja. Ja, overal het algemeen gezien is het wel een eerlijke uitslag, denk ik. Ja, wat was jullie tactiek nou? Want op het eind toen bleek het bijna goed te gaan, hè? Nou, ik vond eigenlijk het begin van de wedstrijd beter, de eerste helft. Onze tactiek, gewoon alles geven. Ja, we hebben eigenlijk geen tactiek. Ja, je bent nou heel moe. Ja, ik vind het fijn als ik kan gaan douchen. Maar het was een leuke wedstrijd. Ja, het was zeker leuk. Ja, ja, het is ook wel leuk dat je elkaar een beetje kent. Dus, okay. Ja. Okay. Maar met de return pakken we ze. Ja, echt? Ja, tuurlijk. We zullen ze waarschuwen. Ja, is goed. Oké, okay, bedankt. Hè. Ja, dank je. Manouk, heb je het koud of warm? Ik heb het nu heel erg warm. Ja, maar het is heel koud en het waait hard. Ja, ja. En wat vind je van de wedstrijd? Ja, wel terechte uitslag. Dus gedeelde 5e plek. Dat is wel mooi. Ja? Ja. ODC denkt dat ze beter waren. Ik vond dat wij de eerste helft beter waren en dat ODC de tweede helft beter was. Oh. Vond ik. De aanvoerster van ODC die zegt de eerste helft hadden wij het af moeten maken. Ja, nou, ik vond onze eerste helft wel beter dan de tweede helft. Ja. Ja, ja. Maar ze zullen jullie terugpakken, zeggen ze. Ja, dat zal. Ja, dat kan goed. En hoe was jouw wedstrijd? Ja, ik vond dat ik de tweede helft beter had gedaan dan de eerste helft. Ik had meer gelopen, meer duels gewonnen. Dus, ja. Maar niet helemaal tevreden, maar 2-2 okay. Is een goede uitslag. Maar toch gefeliciteerd met de gelijke uitslag. Dank u wel. Dank je wel hoor.